Nee, joh. Volgens mij was dat de bus. Shit. Hey, what's Gucci? Super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Het is bijna 7:30 en ik moet nog mijn spullen pakken en medicijnen innemen en eten en naar school. Want de bus gaat om 7:45. Dus ja, dat is heel lekker. Vannacht was een nacht dat ik dus gewoon totaal niet heb geslapen. Ik weet niet of je dat kent, maar het is gewoon, het was ik denk 2-3 uur en ik lag gewoon nog steeds niet in slaap. En dat heb ik best wel heel vaak. Dus dat was best wel heel irritant, want nu ben ik gewoon super moe. Dus als allereerste wat ik ga doen is eten maken. Ik denk dat ik gewoon heel snel van die cornflakes ga eten. Want dat is gewoon melk en klaar. Ja. Dus dat is als eerste wat ik ga doen. En dan ga ik snel mijn outfit uitkiezen wat ik wil aandoen naar school. En dan zie ik jullie dan wel weer terug. Dus tot zo. Oké, dus hij is af. Mijn bakje cornflakes. Heel lekker. Oké, dus ik moet nu heel snel gaan eten. En mijn spullen pakken. Ja. En het is hartstikke koud. Dus dat is allemaal niet lekker. Wat een leuk begin. Maar jullie kunnen kijken hoe ik ga eten. Ik ga proberen of ik nu elke dag om 6 uur gewoon van bed af kan gaan. Ook al heb ik heel slecht geslapen. Maar gewoon meteen van bed af en bezig. Ik denk dat dat ook veel beter voor jezelf is dan dat je blijft liggen. Ja. Maar nu ga ik eerst even genieten van mijn hartstikke lekkere cornflakes. Lekker man. Lekker man. Lekker. Ik heb nog maar 5 minuten om me helemaal te gaan omkleden. Dus ik moet nu alles heel snel gaan doen. Ik moet snel een outfit opzoeken. Maar I don't know wat ik wil als outfit. Ik heb geen idee wat ik aan wil. Ja. Is dit wat leuk? Ik haat het om naar school te gaan in de ochtend zo vroeg. Ik kan dat gewoon niet. Het is veel te vroeg voor mij. Ik kan dat niet. Nee. Ik ben geen ochtendsmens. Echt niet. Wat moet ik aan? Ik weet wat ik aan ga doen. Ik weet het. Ik doe een rode shirt aan. Maar wel er iets onder. Zo. De helft van de kleren wat hier ligt is niet van mij. Daar kunnen we niks mee. Ik weet niet of jij dit probleem kent. Maar heel mijn kledingkast is leeg. En de helft van de kleren is niet van mij, maar van mijn zusje. Dus ik weet niet hoe dat daar komt. Maar oké. Oké, ik doe deze aan en doe ik een sweater eroverheen. Want ik heb het echt, echt ontzettend koud. Ik hou echt niet van deze kou. Oké, wat je moet doen is snel op een belletje drukken. Want dan hoor je bij de notification squad. Want anders krijg je nooit een melding dat ik een video upload. Want YouTube is aan het doodgaan. Dus iedereen die even kijkt, druk op een belletje, dat zal het beste zijn. En ik wil elke dag gaan vloggen. Alleen ik moet nou even een tijdstip bedenken hoe laat ik wil uploaden. Of het wordt 7 uur of het wordt 4 uur. Maar dat zie je allemaal wel. Nu moet ik alleen nog een broek aandoen, want dit. Nee, dat kan niet. Dus ik doe even een hele lelijke snelgroep. Maakt niet uit, gewoon een broek aan en ik ga naar school. Want ja. Ja. Oh, mijn outfit is lelijk. Ik kan daar niet tegen als mijn outfit niet goed is. Maar oké. Het moet maar. Wow. Nog een paar minuten en de bus gaat. Alleen. Wow. Snoef loopt te zeuren, want die heeft honger. En ik moet nog tanden poetsen. Dus ik geef eerst de kat eten. Want anders gaat hij me vanavond krabben. Oprecht. Mijn kat is echt heel streng als ik hem geen eten geef. Of iets. Dan gaat hij krabben. Heb je zin in melk? Lieve. Oké, ik ga melk geven. Alsjeblieft. Nou, niet meer zeuren. Und Felix Kattenbrock. Oké,
Oké, de kat heeft zijn eten, maar die eet hij nu niet op. Dus ik snap niet waarom die zeurt. Ik ga snel tanden poetsen en dan zie ik je zo. Ik heb mijn tanden gepoetst, alleen ik heb niet mijn haren kunnen doen. Maar ik moet nu echt gaan, want ik heb nog maar 1 minuut. Denk ik. Zelfs minder. Oh, en de deur zit op slot. Ik heb nog geen eten kunnen smeren. Helaas. En het regent ook. Lekker. Oké, ik heb nog geen eten kunnen smeren, maar ik moet snel kijken of er misschien nog wel klaar ligt. En anders niet. En die deur zit ook op slot. Ja. En die deur zit ook op slot. Oh, wauw. Elke deur zit op slot. Oké, ik moet nu echt gaan rennen. Want anders ga ik het niet halen. Waar is de sleutel? Hier is de sleutel. Ik denk dat ik te laat ben. Volgens mij is dat de bus. Nee, joh. Volgens mij was dat de bus. Shit. Oké. Ik zie jullie zo. Oké, het is 3 uur ongeveer en ik ben weer vrij. Ik moet voor school een animatie maken waar ik heel hyped over ben. Oké, nadeel is, voor de mensen die het graag willen weten. Ik wil het graag maken in Cinema 4D, alleen ik heb dat niet meer. Dus ik moet die licentie weer aan kunnen vragen. En voor de rest, ik kan het ook teken doen, dus dat het een tekende stijl wordt. Alleen, dat vind ik niet mooi. En de hond kijkt me aan van, boy, what are you doing again? Oké, let op. Ik weet niet of je hem kan zien. Hij zit me echt aan te kijken daarvan. Wat ben jij aan het doen? Oké, Bo. Oké, wat ik wou doen was kijken of ik kan hoog houden nog. Dus we gaan kijken hoe vaak ik kan hoog houden. Waarom? Ik heb geen idee. Maar dat leek me gewoon heel leuk om even te doen. Dus ja, hier zijn de ballen. Yeah. Ik heb witte schoenen aan. Ik hoop dat ze nog wit blijven. Anders. Anders hebben we een probleem. Oké, we gaan kijken. Ik denk niet dat ik deze schoenen aan had moeten doen, maar dat maakt niet uit. Oké. A few moments later. Oké, dus zoals het altijd gaat mijn video bewerken, loopt die wit natuurlijk vast. Ja. Dus ik moet wachten tot dat allemaal is gebeurd. Ik heb trouwens wel dorst, dus ik ga kijken wat ik allemaal in mijn huisje heb. Ik heb CC. Nee, dit. Capri Sun. Dat is zo lekker. Dus ik ga dit even lekker drinken. Zo, daar heb ik wel zin in. Ja, dus ik ga even mijn Capri Sunnetje drinken. En ik ga denken over huiswerk. Oké. Ik hoef hem alleen nu nog maar te renderen. Dat gaat echt wel een tijdje duren. Als ik weet hoe het moet. En als hij meewerkt. Dat zal allemaal wel handige dingen zijn. Oké, hij zegt dat ik hem kan renderen. Even kijken waar die uitgaat. Top. Die is aan het renderen en ik ga eten. Dus yeah. Oké, Maaike, wat eten we? Niet zo ik zo opsta. Nou, doe je hoofd even goed. Even mijn haar los hoor. Waar is je stikje dan? Waar heb je nou je stikje geladen? Boven. Het duurt wel lang hè, met je haar. Waar is je stikje? Waar is je stikje? Hey. Waar is je stikje? Nou, Maaike, wat eten we? Hoe heet dit? Chili con carne. Chili con carne met aardappelpuree. Hetzelfde helderheid. Dit is geen bonen. Bonen is vies. Zijn. Bonen zijn vies. Nou, het eten was lekker. Nee, hoor. Doei. Ik ga terug naar mijn plek. Gek. Oh.
Alsof ik erop getraind ben. Voor de mensen die misschien een keer benieuwd zijn hoe ik de dingen maak. Ik zou best wel in een vlog een keer een klein beetje tutorial zou willen geven. Maar oké, ik ga jullie laten zien waar ik de hele dag mee bezig ben geweest. Ja, ik heb een hele wereldbol gemaakt. Ja, maar ik ben er wel trots op. Oké, let op, ja. Als je even scherp stelt. Oké, dus dit heb ik gemaakt. Ja. En dat zou op dit moment zou er een ruimteschip of iets moeten staan. En als die ruimteschip er staat, dan wil ik er een slechterik in maken. En ja. We gaan kijken wat ik er allemaal mee kan gaan doen. Dus... yes! Dat ga ik als eerste doen en dan ga ik wel kijken! Ik heb vet veel energie ineens weer. Wauw, ik weet niet hoe dat ineens kan. Ik heb gegeten, daarom. Hey, Pannagang, vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je liked en abonneert. Doe het allemaal even hier beneden. Morgen weer een gloednieuwe vlog. Dus ja, ik zie je morgen weer. Check mijn merch uit en zie mijn andere dingen. Vandaag heb ik dus de hele dag gewoon keihard bezig geweest van school. Ik weet het is voor jullie iets saai, maar morgen komt er wel een hele leuke goede dag aan. En dan zeg ik lekker slapen en dan zie ik je leuke kopje morgen. Doei doei! Yeah.